Dag allemaal. Gelukkig nieuwjaar. En welkom op de digitale nieuwjaarsreceptie van Groen. 2020 was een heel pittig jaar. 2020 was een historisch jaar. En dat vraagt om een terugblik. Het was indrukwekkend hoe ons land zich heeft ingezet om deze crisis, dit virus, te overwinnen. Een bikkelhard gevecht was het. Een gevecht dat veel offers heeft gevraagd. Maar als één ding duidelijk is, dan is het wel dat we zoveel sterker en weerbaarder zijn dan we zelf dachten. En dus staat deze digitale groene nieuwjaarsreceptie in het teken van jullie. Want jullie zijn de helden van 2020. En daarom geef ik het woord met heel veel plezier door aan niemand minder dan Hinda Bluekens, die jullie daar meer over kan vertellen. Dag Hinda. Dankjewel, Merin. En ook namens mezelf, fantastisch welkom op deze online nieuwjaarsreceptie. Anders dan andere jaren natuurlijk, deze keer geen volle zalen met leden en sympathisanten, geen sprekers op het podium en ook geen bloemen op het einde. Maar dat gaat ons niet tegenhouden om er alsnog een fantastisch interessante en hartverwarmende middag van te maken. En we vroegen vier kopstukken van Groen om in gesprek te gaan met iemand die in deze coronacrisis iets betekend heeft. Iemand die ervoor gezorgd heeft dat het voor anderen net iets minder moeilijk werd dan het had kunnen zijn. En de persoon die de spits gaat afbijten is Petra de Sitter, vicepremier en minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven. Welkom. Dag Hinda. Zeg gerust maar Petra. Welkom Petra. Ik ben heel blij hier vandaag te zijn. We hebben een beetje moeilijk jaar achter de rug. Maar we kijken toch hoopvol naar 2021 om ons uit die coronacrisis te halen. En stilaan zien we toch een beetje licht aan het einde van de tunnel. Ik hoop het. Ik ben heel benieuwd naar wie jij hebt uitgekozen voor jouw interview. Wel, waarschijnlijk niet verwonderlijk, gezien mijn achtergrond natuurlijk. Iemand uit de zorgsector. Hè. De zorgsector is toch wel het kloppende hart geweest tijdens deze crisis. Allemaal mensen die in de frontlinie dag na dag het beste van zichzelf zijn blijven geven, terwijl wij misschien gefrustreerd thuis zaten. En ik denk dat het goed is om niet alleen het applaus te geven, wat we het hele jaar door hebben gedaan, maar ook eens iemand in de kijker te zetten, die trouwens op Facebook een emotionele oproep heeft gelanceerd een tijdje geleden met passie voor haar vak. En ik spreek dan eigenlijk over Ilse van de Wijngaard, die eigenlijk een verpleegkundige is van de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis AZ Sint Maarten. En ik denk dat we nu Ilse gaan zien. Ik ben Ilse van de Wijngaard. Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis van Mechelen. Ik werk op de afdeling intensieve zorgen, waar we ondertussen nog steeds coronapatiënten verzorgen. En vanaf de eerste positieve patiënten bij ons ook opgenomen waren, was het vooral angst bij het aan- en uitdoen van ons beschermingsmateriaal voor onszelf te besmetten, plus ons gezin en uw kinderen als je naar huis gaat. Eigenlijk echt tijdens de golf en tijdens de piekmomenten kun je het niet, je kunt dat niet loslaten. Dat gaat eigenlijk heel moeilijk. Je blijft in je hoofd zitten met hoe gaan die patiënten zijn als ik terug ga werken na een paar dagen. Welke gaan er niet meer zijn? Loslaten was heel moeilijk. Ja, als het goed is, hebben we nu contact met Ilse. Ik zie ze daar al. Ja, oké. Okay. Ilse, bedankt om tijd te hebben vrijgemaakt voor ons vanavond. We zijn heel blij dat je bij ons bent. Jij en je collega's hebben inderdaad echt wel het beste van jezelf gegeven in deze crisis. Hele moeilijke momenten meegemaakt. Maar de eerste vraag die ik je wil stellen is, is er iets of iemand die je in deze lange coronacrisis bijzonder is bijgebleven? Dan denk ik eigenlijk vooral een kaart tijdens de eerste golf. Dan was er een man, eind de 50, de leeftijd van mijn eigen ouders eigenlijk. Quasi geen voorgeschiedenis. Binnengekomen met zo goed als geen zuurstofnood, maar toch op redelijk korte tijd serieus achteruit gegaan. In slaap moeten doen en beademen. Het moment dat ik zijn persoonlijke spullen opzij legde, zijn gsm per ongeluk op. En daar stonden redelijk wat steunbetuigingen op van familie en zo. Dat komt redelijk hard binnen. Die man heeft eigenlijk gevochten voor zijn leven, maar we hebben hem uiteindelijk moeten opgeven.
We hebben ook wel heel wat succesverhalen gekend, hoor, dat er ook altijd wel deugd voor te horen. Mag ik je vragen hoe jullie erin slaagden om familie en vrienden van dit soort patiënten op te vangen? Ja, dat was wel moeilijker deze tijden. De intensivisten belden eigenlijk elke dag met de familie van de patiënten. De familie mocht ook met ons contact opnemen. Hoe het ziekteverloop van de familieleden ging verlopen. Het was redelijk emotioneel. Vaak was de familie aan het wenen aan de telefoon. En dat zijn toch zaken, dat pakte zeker mee naar huis. Dat is moeilijk los te laten. Mm-hmm. Naast dit soort ervaringen, dag in dag uit, wat waren eigenlijk de grootste moeilijkheden die jullie, jij en je collega's hebben ervaren in die crisis? Tijdens de eerste golf was dat vooral eigenlijk angst. Angst om besmet te worden, om zelf het virus mee binnen te pakken in uw gezin. Ook ja, iedereen heeft de beelden gezien vanuit Italië, dat op een rijtje op hun buik lagen en zo beademd werden. We hadden echt schrik dat we dat ook gingen moeten ondergaan. Uiteindelijk is het zover niet gekomen bij ons, maar dat was toch wel heel typerend. Tijdens de tweede golf hebben we op een bepaald moment het bericht gekregen van onze hoofdverpleegkundige van de realiteit een beetje los te laten en vooral te gaan proberen om te overleven. En dat zijn woorden, dat gaan wij altijd bij, denk ik. Ja, anderzijds weten we dat ook niet iedereen altijd de coronaregels heeft gevolgd. Lockdownparties en ook allerlei complottheorieën die soms de ronde deden, wat het voor jullie nog veel moeilijker heeft gemaakt. Heb je het gevoel dat dit nu een beetje achter de rug is? Goh, dat blijft misschien nog wel een beetje het probleem, hè. De mensen zijn de maatregelen beu, wat ik volledig eigenlijk snap, want ik ben het zelf ook wel toch wel beu dat ik mijn eigen familie niet kan zien. Maar als dan mensen verhalen van in de zorg in vraag beginnen stellen, dat is wel heel moeilijk om mee te leven. Maar wij beseffen ook wel dat het grootste deel van de bevolking zich wel houdt aan die maatregelen. En op die manier gaan we samen wel doorkomen. Ja, en straks hebben we dus de vaccinaties die eraan komen en uiteindelijk hopelijk straks ook het einde van deze crisis. Hoe kijken jullie als zorgverleners daar naartoe? Wij kijken daar enorm hard naar uit, eigenlijk. Het is iets in het begin ook wel een beetje wantrouwen, want ja, op korte termijn vaccinaties ontwikkelen, dat leek een beetje vreemd. Maar wij vertrouwen volledig op de wetenschap. Verpleegkunde is een job dat volledig steunt op wetenschap, evidence-based. Dus wij hebben daar het volste vertrouwen in. En wij kijken er enorm naar uit dat wij terug onze patiënten op een kwaliteitsvolle manier en op, ja, vooral met comfort eigenlijk kunnen behandelen. Oké, dankjewel. Ilse, bedankt dat jij en je collega's je elke dag blijft inzetten voor de patiënten, ook nu nog in deze crisis waar we straks hopelijk snel uitgaan. Wij willen ook als partij natuurlijk en in deze regering de zorgsector weer de waardering geven die ze eigenlijk verdienen. We hebben nu ingezien hoe belangrijk die is. We willen absoluut investeren in de gezondheidszorg, meer handen aan het bed, meer mensen laten instromen, betere arbeidsvoorwaarden, ook een betere verloning, zodanig dat die patiënt werkelijk helemaal weer centraal kan staan, maar dat er ook zorg kan zijn voor de zorgverleners zelf. Ook voor geestelijke gezondheidszorg willen we bijzondere inspanningen doen. Eigenlijk is dit wat we op de agenda hebben en samen willen we zo snel mogelijk weer uit die crisis, zodanig dat we terug elkaar in levende lijven kunnen gaan ontmoeten. Daar ben ik het helemaal mee eens, Petra. Dank je wel. Dank je wel, Hinda. En dan is het nu de beurt aan federaal fractieleider Christophe Calvo. Hallo. Maar ik mag gewoon Christophe zeggen? Uiteraard, ja. Welkom. Gelukkig nieuwjaar trouwens, ook voor de mensen thuis. Ziet er prachtig uit. Ik ben heel benieuwd met wie jij gaat praten zo meteen. Ja, ik kijk er ook al naar uit. Hè. Het is een heel moeilijk jaar geweest, een heel zwaar jaar. Ik denk voor iedereen, maar misschien toch vooral voor ondernemers. Ze hebben heel veel dingen niet kunnen doen. Hè. De horeca is gesloten. Geen lekker eten en drinken op café en restaurant. De lockdown die voor heel veel bedrijven toch heel ingrijpend was. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is denk ik het mooie, het goede nieuws, toch wel heel veel creativiteit, veerkracht. Je ziet nu de evenementenbedrijven die mee vaccinatiecentra bouwen, bier, pakketten die aan huis worden geleverd, toch nog lekker eten en drinken. En ik heb iemand bij die toch wel een beetje een voorbeeld is van die veerkracht, van die creativiteit en die zich helemaal heeft eruit gevonden tijdens deze coronacrisis. En dat is Katrien. Oké. Ik ben Katrien.
Katrien Rozen van Atelier Flexje, waar ik communiekleding ontwerp en maak. Maar omwille van corona is die activiteit volledig stilgevallen. Die eerste lockdown zijn we de eerste twee weken eigenlijk in een paniek terechtgekomen, omdat we niet wisten van wat er met de zaak zou gebeuren. Alles leek stil te vallen. Plots school dicht, dus vier kinderen in huis die we dan moesten begeleiden. Op het moment dat ik dacht, het is hier gedaan, het is afgelopen, kwam eigenlijk de vraag van vrijwilligers voor materiaal voor mondmaskers te maken van katoen, omdat er toen een heel grote schaarste was. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen in de huwelijken die terug door mochten gaan, waarvoor ik mondmaskers ben beginnen bedrukken en maken. En dat was eigenlijk best wel een groot succes. Ja, prachtig. En dus, Katrien, ik denk dat het voor mensen niet zo leuk was om te huwen in corona, maar ja, mondmaskers hebben daar toch een klein beetje soelaas geboden. En ik moet zeggen, ze zien er fantastisch uit. Hè. Katrien is ook in ons middendag. Katrien. Hallo. Hey. Je ziet er nog zo vrolijk en uitgerust en energiek uit, terwijl het toch een heel drukke en zware periode is geweest. Wat is jouw geheim, vragen mensen zich wellicht af? Ja, we hebben hier vier kinderen in huis, dus ons dagelijks leven is best wel pittig. En ja, ondernemen, dat is gewoon niet stil willen zitten of niet stil willen vallen, willen werken en door blijven gaan. En ik hou mezelf ook wel fit omdat ons atelier op de zolder ligt. Dus dat is regelmatig trap op trap af. Ja, en daarnet, ik moest het even opzoeken, want ik wou jou nog beter leren kennen voor dit gesprekje. En ik merkte op Google, als je mondmaskers en Google intikt, dat jij helemaal bovenaan staat. Dat is wel ook wel een heel straffe prestatie op zo'n korte tijd. Ja, inderdaad. Met de huwelijksmondmaskers zijn we eigenlijk vrij snel omhoog gegaan in de ratings van Google. De mensen zijn eigenlijk heel hard beginnen zoeken, omdat ze voor hun speciale dag toch graag iets mooi aan hadden in plaats van de wegwerpmaskers en dergelijke. En het atelier staat nu ook wel voor Together We Create Wholesome Memories. Dus voilà. Ja. We hebben op heel veel plekken en momenten getoond dat we samen tot heel veel in staat zijn. En ik heb mij ook laten vertellen dat jij ondertussen ook al een heel team hebt, dat het echt teamwork is, het succesverhaal van jouw mondmaskers. Ja, inderdaad. Bij het maken van de mondmaskers kwam de vraag eigenlijk zo snel, waardoor dat ik niet alleen op mijn eigen kon blijven volgen. Mijn man is dan s'avonds mee komen helpen na zijn werk, om dan de mondmaskers te knippen. En later heb ik dan ook nog vrienden gevraagd van, zouden jullie kunnen helpen? Zij hadden minder werk, wij verzopen er eigenlijk in. Dus op dat moment heb ik gevraagd aan hun van, zouden jullie dat zien zitten? En zij zijn eigenlijk mee in de prijs gesprongen. Oh, wel. Dus zeker de groetjes. Ik heb daarnet al verklapt dat ze heel gemakkelijk de weg naar jou en jouw mondmaskers vinden via Google. Maar misschien lukt dat niet voor iedereen. Dus misschien toch van het moment gebruik maken om een beetje reclame te maken. Wat is jouw website voor mensen die gaan huwen op korte termijn? Ja, de website is www.atelier-flexje.be en je vindt de huwelijksmondmaskers heel vlot bij de accessoires. Oh wel, fantastisch. Ik ga na dit ook nog wel reclame maken als ik mensen tegenkom die bijvoorbeeld in Mechelen of zo willen trouwen. Het is niet het allermooiste of het allermakkelijkste moment, maar jij zorgt denk ik dat het toch iets onvergetelijk is. Dank je wel daarvoor. En als Groene Politie gaan we natuurlijk niet alleen reclame maken voor ondernemers zoals Katrien. We gaan ook heel veel andere dingen doen voor hen. Hè. We hebben nu het regeerakkoord beslist om met de federale regering, met de Vivaldi-meerderheid, toch een hele grote inspanning te leveren voor de pensioenen van zelfstandigen. Tine zorgt voor betaalbare energie voor mensen die willen ondernemen. Petra maakt werk van een klantvriendelijke, moderne, digitale overheid. Net voor die ondernemers, belangrijke helden de voorbije tijd. En ik heb ook goed nieuws. Het beste moet nog komen. We hebben het gehad over huwelijken. 2021 wordt het jaar van het huwelijk tussen economie en ecologie. Een Green Deal voor België, een herstelplan voor ons land. Voilà. Heel veel dingen om naar uit te kijken. Dat horen we graag, Christophe. Dank je wel. En zo belanden we aan het derde item van deze middag. En daar weet federaal minister van Energie, Tine van der Straeten, alles over. Welkom. Dank je wel. Welkom. Gelukkig nieuwjaar ook aan iedereen. Dank je, hetzelfde. Ja.
Ja. Ik ben heel benieuwd wie jij hebt uitgekozen. Ja, het zal natuurlijk geen verbazing zijn dat ik een gast heb gekozen uit de energiesector. Een sector die mijzelf heel nauw aan het hart ligt, waar echt mijn hart ligt. Dat is voor mijn gast niet anders. Het is ook een sector waarin we corona echt wel hard gevoeld hebben. Er zijn vandaag al mensen die het toekoer moeilijk hebben. 1 op 5 ongeveer, die zijn factuur niet kan betalen. Daar is ook een woord voor. Dat is het energiearmoede. Maar ik ga dat mijn gast zelf laten uitleggen. En mijn gast, dat is Stefan. Ik ben Stefan Hoemaar. Ik ben sociaal werker bij Samenlevingsopbouw. Ik werk hier vanuit de Westhoek en strijd tegen energiearmoede. Daarnaast doe ik ook beleidswerk op Vlaams en federaal niveau. Het effect van corona op die energiefactuur is nog niet heel onmiddellijk zichtbaar, omdat de meeste mensen werken met een voorschotfactuur en die zien pas hoeveel extra ze verbruikt hebben bij het moment dat de jaarafrekening komt. Dus het feit dat mensen letterlijk in hun kot moesten blijven, zorgt natuurlijk ook dat ze een hoger energieverbruik hebben. En dat zal dan blijken op die jaarafrekening. Ja, goedemiddag Stefan, dankjewel dat je bij ons bent. Ik weet dat jij samen met je collega's van Samenlevingsopbouw dat jullie echt het verschil kunnen maken voor heel veel mensen. En ik ben heel blij dat je daar ook iets meer over kan vertellen. Mag ik jou misschien eerst eens vragen van hoe komt het of wat is er soms maar nodig waardoor dat mensen ineens soms misschien op het onverwachte toch zo snel in de problemen kunnen geraken? Goedenavond iedereen, beste wensen. Er is inderdaad soms niet heel veel nodig. Het kan gebeuren dat mensen van 2 inkomens op bijvoorbeeld 1 inkomen terechtvallen, waardoor dat ze al problemen krijgen om hun gewone energiefactuur te betalen. Energiearmoede kent 3 mogelijke oorzaken die elkaar kunnen versterken. De eerste is natuurlijk de lage inkomens van mensen. Een tweede is de slechte woonkwaliteit. Huizen die niet energiezuinig genoeg zijn. En de derde is de hoogte van de energiefacturen van mensen. Die versterken elkaar. Ja. Is het voor mensen gemakkelijk om daar hulp voor te zoeken, om bij jullie terecht te komen, om te kijken hoe er een oplossing kan gevonden worden? Op zich is dat niet zo makkelijk natuurlijk. Mensen, als ze in energieschulden terechtkomen, die moeten eerst gaan spreken met hun energieleverancier. Als dat niet lukt, dan komen ze bij de netbeheerder terecht, komen ze daar in de problemen. Dan pas komt men eventueel op het vizier van een OCMW bijvoorbeeld. Dus mensen moeten eigenlijk zelf initiatieven nemen. Maar spreken over financiële moeilijkheden, dat is natuurlijk niet makkelijk. Mensen hebben vaak de indruk dat zij schuldig zijn, dat zij het niet kunnen. Terwijl net belangrijk is om aan te tonen dat er een aantal structurele oorzaken zijn. Dus een OCMW of hulpverleners kunnen dit, maar mensen kunnen dit ook bij soortgenoten vinden. Ja, het is iets waar dat jullie met Samenlevingsopbouw, jij en jouw collega's, ook andere organisaties, bij ons politici heel vaak de nadruk op leggen. Ga op zoek naar die structurele maatregelen waar mensen structureel mee geholpen zijn. En bijvoorbeeld een van de zaken die we nu gedaan hebben met de regering is die tijdelijke uitbreiding van het sociaal energietarief, het laagste tarief op de markt, en dat mensen nu, een grotere groep mensen nu, op automatisch gaat krijgen. Zijn dat zaken waarvan hij zegt, ja, dit maakt echt een verschil? Ja, dit zal zeker een verschil maken. Als je bekijkt naar een gewone gemiddelde factuur in mijn regio, dan kost dat voor een gemiddeld verbruik, energie en elektriciteit samen, is dat een kleine €190. Als je weet dat hetzelfde verbruik met sociaal tarief is €94. Dus mensen kunnen heel gemakkelijk tot de helft van hun factuur nog moeten betalen. Dus dat betekent dat ze ook de helft budget over hebben voor andere zaken. En dat is niet alleen voor die mensen, maar nu komt er een uitbreiding voor ongeveer 500.000 extra gezinnen in België. Waarvan wij hopen natuurlijk dat dit niet enkel bij een tijdelijke maatregel blijft. Ja.
Ik ga er hard mijn best voor doen, ook voor nog andere zaken. Jullie zijn heel vaak onze ogen, oren en ook onze handen op het terrein. En het was voor mij heel, heel frapperend om te zien dat onze uitbreiding van het sociaal tarief een van jouw cliënten geholpen heeft. Hè, om dankzij dat sociaal energietarief, dat het laatste blokje eigenlijk was dat nodig was om uit de schulden te geraken. Het zijn die dingen die ons heel erg inspireren. Maar dat is sociaal energietarief. Ik weet dat jij ook nog met heel andere projecten bezig bent als het gaat over energie. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. We hebben in de Westhoek het project Papillon opgestart, dat nu dit jaar in elke Vlaamse provincie al ook zal opgestart worden. En Papillon probeert eigenlijk het energieverbruik bij mensen in energiearmoede te laten dalen door het vervangen van energieverslindende huishoudtoestellen. En we doen dit binnen een circulair economieproject. Dus eigenlijk bieden we huurcontracten aan voor 10 jaar. 10 jaar waar mensen een wasmachine of een diepvries of een koelkast kunnen huren. Waarbij dat het onderhoud en de service inbegrepen is. En na 10 jaar keren de toestellen terug naar de eigenaar, wat de producent is van de toestellen, die op dat moment de meest duurzame oplossing voor die toestellen zal toepassen. Ja. Het zijn die robuuste en die duurzame oplossingen die we nodig hebben. Ik wil jou heel erg bedanken, Stefan, voor het fijne gesprek, ook voor de bijzonder fijne samenwerking. Ik reken op jullie de komende tijd. Wat Stefan doet in de Westhoek, dat is wat ik dan daarna probeer te realiseren in de wedstrijd. We delen samen dezelfde strijd voor betaalbare en voor lagere energiefacturen. Energie is zo cruciaal. Iedereen heeft het nodig. Niemand kan zonder. En daarom is het zo belangrijk dat we die strijd tegen de energiearmoede voor een sociaal energiebeleid, dat we die à fond voeren. En dat is voor mij ook effectief een echte erezaak. Maar daar stopt het natuurlijk niet mee. We moeten tegelijkertijd werken aan die lagere energiefacturen voor iedereen door te zorgen dat energieleveranciers correcte contracten aanvoeren. En tegelijkertijd moeten we ook voor zorgen dat mensen natuurlijk op een structurele manier over correct inkomen kunnen beschikken. En het is een regelrechte schande dat zo lang de uitkeringen onder de armoedegrens zaten. En dit is nu een heel belangrijk punt van onze partij, van Groen, maar ook in deze federale regering, om ervoor te zorgen dat die uitkeringen boven de armoedegrens terechtkomen. Het is een strijd die we samenvoeren en die komt geen dag te vroeg. Een heel duidelijke boodschap. Dank je wel, Tine. Graag gedaan. En zo komen we bij het laatste item van deze middag. En daar weet Vlaams fractieleider Björn Joska alles over. Welkom. Dag Hinda. Ja, goedemiddag iedereen, of goedenavond moet ik al zeggen. En natuurlijk een fijn nieuwjaar voor iedereen. Ik zou zeggen, een nieuwjaar is waarschijnlijk op zijn plaats. Absoluut, absoluut. Björn, we hebben al iemand uit de zorg gehad. Een kleine ondernemer en een sociaal werker. Maar uit welke sector komt jouw gast? Wel, mijn gast komt uit een sector die toch ook wel heel hard heeft moeten schakelen met die coronacrisis. Mensen die in het onderwijs lesgeven, die moesten van de ene dag op de andere dag een switch maken van lesgeven in de klas naar lesgeven van op afstand. En ik heb gekozen voor iemand die lesgeeft in het zogenaamde OCAN-onderwijs, met OCAN-klassen. Dat is anderstalige kinderen, eigenlijk het Nederlands bijbrengen, een taalbad. En dus dat is een van de mensen die heel creatief geweest is om dat ook te kunnen doen. En dat is Hendrik. Oké, daar gaan we even naar kijken. Ik ben Hendrik Moes, ik ben leerkracht hier op het Sint-Albertscollege Haasrode. Zowel in ASO als in OCAN, de onttaalklasse voor anderstalige nieuwkomers. Voor die anderstalige nieuwkomers was die lockdown in maart een gigantisch probleem, omdat veel van onze leerlingen geen laptop of geen computer thuis hadden om les van te volgen. Dus we zijn eigenlijk van in het begin met het hele team eigenlijk beginnen zoeken op sociale media, bij bedrijven, bij eigen kennissen om tweedehands laptops op de kop te tikken om een bepaalde leerlingen die niks hadden toch iets te geven om dat afstandsonderwijs überhaupt mogelijk te maken voor onze leerlingen. Ja, dag Hendrik. We hebben net het filmpje gezien. Indrukwekkend wat jullie gedaan hebben met heel dat ICT-team. Maar wat ik mij wel afvraag, zijn jullie van bij het begin in die eerste lockdown onmiddellijk overgeschakeld op laptops of heeft dat toch wel langer geduurd?
Ja, nee, zeker niet. In het begin was er nog geen sprake van een ICT-team, ook niet. In het begin zijn we eigenlijk met het hele team als een bezetene machine beginnen bundeltjes met leermateriaal, met oefeningen en zo, beginnen afdrukken, klaarmaken, verdelen en dan ook gaan rondbrengen bij de leerlingen thuis, wat dat ook direct een leuk contactmoment nog was. In het begin hebben we ook erop ingezet om zoveel mogelijk van onze leerlingen eigenlijk te verzamelen in WhatsApp-groepjes, waar dat de leerkrachten dan ook bij zaten. Om die leerlingen ook niet te verliezen in die eerste weken. En we probeerden dan ook op sociale media, zo heel laagdrempelig eigenlijk, zowel via Facebook als via Instagram, via stories, zo af en toe eens een vraag of een quiz of een leuke opdracht die buitenshuis wel nog mocht te posten. Om op die manier onze leerlingen eigenlijk bij te houden. Maar na een aantal weken werd al wel duidelijk dat we meer gingen moeten doen en dat digitaal afstandsonderwijs eigenlijk een blijver was. Ja, ik kan alleen maar zeggen, jouw getuigenis is natuurlijk, het verhaal staat voor heel wat mensen in het onderwijs die heel ver zijn gegaan in hun engagement om hun leerlingen te blijven ondersteunen, bundeltjes naar huis brengen enzovoort. Maar goed, in het parlement discuteerden wij ook regelmatig over die laptops van Ben Weitz. En ik vroeg me af, als ik zie, jullie hebben heel wat laptops zelf binnengehaald, konden jullie dan niet rekenen op de laptops van Ben Weitz? Uiteindelijk wel, laat ons zeggen. Maar in het begin was het inderdaad uit eigen spontane beweging, omdat wij al heel snel beseften dat digitaal afstandsonderwijs voor onze leerlingen eigenlijk een grote ramp kon betekenen als dat echt nog weken en weken ging doorgaan, omdat heel veel van onze leerlingen eigenlijk gewoon echt niet de middelen hadden thuis. Geen laptop, geen computer, sommigen zelfs geen smartphone. Om les te volgen. Dus we moesten daar echt direct een punt van maken. Dus we zijn eerst zelf beginnen samensprokkelen. Op het moment dat dan dat initiatief van de Vlaamse regering kwam, van minister Ben Weitz, hebben we uiteraard een aanvraag gedaan, net als heel vele anderen. Maar ja, zoals iedereen weet, denk ik, was de vraag veel groter dan het aanbod. En dus uiteindelijk hebben we toen in de lente van 2020 geen laptops gekregen. Die zijn dan uiteindelijk gearriveerd in de herfst van 2020, in oktober nu. Ja, dat is zo. Ook als voorzitter van de coronacommissie heb ik dat vastgesteld. Een beetje het verhaal van de Vlaamse regering. Ze komen soms een beetje te laat. Maar goed, uiteindelijk, jullie hebben het systeem op poten gezet. Jij geeft eigenlijk ook les aan anderstalige kinderen. Ik kan mij voorstellen dat daar de uitdaging om eigenlijk kinderen van op afstand les te geven, dat die toch nog een pak groter is. Ja, dat is enorm moeilijk. Het is dat live lesgeven. Is heel anders dan in de klas, omdat voor die kinderen is eigenlijk het ook aan onderwijs niet alleen een taalbad, maar dat is ook gewoon hun dagdagelijkse structuur, dat is waar dat hun vrienden zitten, dat is eigenlijk waar dat heel hun netwerk zit, want ja, ze zijn nog maar een paar weken of soms maanden in België, dus dat is echt een heel korte periode, ze hebben nog geen breed netwerk, hun ouders spreken vaak nog een andere taal natuurlijk, die zijn volop Nederlands aan het leren, maar dus daarom is school voor hen zo belangrijk. En ja, dat digitaal afstandsonderwijs is echt maar een doekje voor het bloeden. Dat is natuurlijk heel tof dat je ze op die manier kunt bijhouden. En we hebben natuurlijk in het begin ook heel veel moeite moeten doen om hen al die digitale vaardigheden aan te leren. Want het is natuurlijk één ding om je leerlingen een laptop te geven of een tweedehands toestel te geven. Maar iets anders is natuurlijk om hen te leren van hoe gaat dat via zo'n digitale platform, hoe moet je daarmee werken, wat zijn zo de basiscapaciteiten. Dus dat is toch heel, heel moeilijk. Daarom hebben wij ook van in het begin gepleit om ook aan eigenlijk als een prioritaire groep terug naar school te laten komen, omdat dat zo belangrijk is voor hen. Ja, alleszins bedankt. Jullie hebben fantastisch werk gedaan. Misschien nog een laatste vraag. We hebben het daarnet ook in het filmpje gezien. Je hebt heel wat fases al doorlopen in hetgeen waar jullie mee bezig zijn. Maar het project loopt nog door. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, wel, het is natuurlijk zo dat in die eerste weken was het een ongelooflijke gezellige chaos, laat mij zo zeggen. Heel veel spontaniteit en allerlei initiatieven in allerlei richtingen. En zo was dat ook voor onze ICT bezigheden. En nu proberen we eigenlijk, dit jaar proberen we dat eigenlijk op een veel structurelere manier aan te pakken. Dus we hebben veel geleerd natuurlijk vanuit de lente, vanuit de eerste lockdown. En we proberen dan nu ook echt veel structureler aan te pakken. Niet alleen die laptops, maar ook gewoon veel breder met digitalisering bezig zijn, zodat onze leerlingen ook echt die digitale vaardigheden hebben die zo nodig zijn vandaag de dag. En daar zijn we nu nog altijd volop mee bezig. Hendrik,
dikke merci. En uiteraard ook een dikke merci. Ik kan mij voorstellen dat er heel wat mensen nu ook aan het kijken zijn die zelf lesgeven. Jullie hebben de afgelopen maanden fantastisch werk geleverd met dus op afstand mensen en jongeren te begeleiden, ook vaak in moeilijke omstandigheden. En ik moet eerlijk zeggen, met de Vlaamse fractie hebben we natuurlijk in het Vlaams parlement ook blijven op die nagel kloppen. Meer handen in de klas en ook meer ondersteuning, zeker voor leerlingen die het wat moeilijker hebben met dat afstandsonderwijs. We weten zeer goed dat er hier en daar wat achterstand is, maar we weten ook dat jullie, de leerkrachten, de ruggengraat zijn van dat onderwijs die onze leerlingen, onze jongeren eigenlijk een toekomst geven. En daarvoor wil ik jullie hartelijk danken. Voilà. Dankjewel, Björn. En zo komen we aan het einde van deze inspirerende middag. Het waren stuk voor stuk, boeiende en hartverwarmende verhalen. Maar nu is het tijd voor iets anders. Het is tijd voor, ze komt er al aan, voilà, de groenvoorzitter Meyrem Almadje. Dankjewel, Hinda. Je hebt dat ongelooflijk goed gedaan. Ik denk dat we er heel veel van gaan horen. Dag vrienden allemaal, nog achter mij. Sorry dat ik met mijn rug naar jullie sta. En jullie allemaal die kijken. 2020 was een heel bijzonder jaar. En 2021 zal stevig uit haar pijp mogen komen om dat jaar te doen vergeten. We zijn het allemaal zo beu om elkaar niet in levende lijven te kunnen zien. Toch hoop ik dat je de warmte, de energie en de liefde voelt van iedereen die je dierbaar is. 2020 wierp een donkere schaduw over ons leven. Ons land betreurt intussen meer dan 20.000 doden. En ik wens ieder van jullie die met dat leed geconfronteerd werd, heel veel sterkte toe. 2020 was ook het jaar waarin het woord held een nieuwe betekenis kreeg. Geen Superman, geen Wonder Woman, maar gewoon mensen van vlees en bloed. De thuiszorgers, verpleegkundigen, leerkrachten, huisvuilophalers, postboden, rekkenvullers, noem maar op. Maar ook jij die je zaak, restaurant of café moest sluiten. De artiesten die niet meer konden optreden. Thuiswerkende ouders wiens kroost niet naar de opvang of school kon. Jullie allen die naar best vermogen de coronamaatregelen hebben blijven volgen. Jullie allemaal zijn helden. En eigenlijk zou die videomuur achter mij hier vele malen groter moeten zijn om elk van jullie er een plek op te geven. Want het is voor jullie dat wij aan politiek doen met Groen. Beste vrienden, vorig jaar hadden we één duidelijke boodschap. Maak een regering. Wel, we did it. En daarmee trokken we finaal een streep onder de Zweedse coalitie die viel over migratie. En net vandaag bleek dat er op dat thema zwaar geblunderd werd. De vorige staatssecretaris saboteerde doelbewust een breed gedragen internationaal pact om migratie ordentelijk te regelen. En tegelijkertijd werd onder zijn verantwoordelijkheid een smokkelkanaal geopend met humanitaire visa op kap van kwetsbare mensen. In plaats van goed te besturen rond zo'n delicaat thema werd gekozen voor electoraal gewin. Epic fail, zou een collega-voorzitter het noemen. Zwaar onvoldoende, heet dat in gewoon Nederlands. En dat oordeel, dat geldt ook voor het klimaatthema. Daarom kwam die Vivaldi-regering geen moment te vroeg. Want 2020 verpulverde elk klimaatrecord. Dit was het warmste jaar ooit. Het warmste decennium ooit. In Siberië brandde het. En wij puften ons de zomer door. De Verenigde Naties riep zelfs de klimaatnoodtoestand uit en maande alle regeringen ter wereld aan tot meer actie. En met de federale regering zijn wij daar alvast mee begonnen. Met duidelijke klimaatdoelen, een stevig kompas en onze ministers als deskundige gidsen. We investeren in meer hernieuwbare energie, meer en stiptere treinen, digitalisering en duurzaamheid. In een lagere energiefactuur voor wie het moeilijk heeft. In levenskwaliteit. Wij zetten hoop om in actie. Want wij geloven dat het beste vaccin om uit het dal te kruipen de groene relance is. En ja, dat legt de lat hoog voor onze ministers. Maar groene politiek is ambitieuze politiek. En dat bewijzen wij overal te landen. Met Elke en Riet in Brussel en Oost-Vlaanderen die samen een fietsrevolutie ontketenen.
In Zoersel, waar onze schepenmarkt slapende industriegronden gaat herbebossen. In Leuven, en ik denk zelfs dat Lies ergens in het scherm zit, waar we inzetten op klimaatneutrale sociale woningen. Beste vrienden, het verhaal van 2021, dat schrijven we allemaal samen. En de komst van het vaccin toont licht aan het einde van de tunnel. Brengt hoop op beter. De vraag is, wat hebben we van de duisternis geleerd? 2021 kan het jaar worden waarin ons land de goede kant op gaat. Met de verkiezing van Biden in de VS en de groene New Deal in Europa ziet de toekomst er plots anders uit. Europa geeft ons land een fenomenaal bedrag van 5,9 miljard euro. En daarmee kunnen wij een fantastisch klimaat- en herstelbeleid op poten zetten. Een beleid dat jobs creëert, dat sociaal rechtvaardig is. Een beleid dat inzet op een economie die duurzaam produceert, hier bij ons. Dat inzet op de korte keten. Op die kleinere lokale handelaars die ons verbinden met onze buurt, met de lokale producenten, met het ritme van de seizoenen. Dat inzet op de winkel van chef van om de hoek in plaats van chef van Amazon. Maar daarvoor hebben wij iedereen nodig. En ik wil hier vandaag dan ook een warme oproep doen aan de Vlaamse regering. Onze rijke en welvarende regio haalt vandaag geen enkele klimaat- of natuurdoelstelling. En dat kan anders. Dus, beste Vlaamse regering, toon leiderschap, toon ambitie, regeer in plaats van steeds te reageren op anderen. Europa, België, Wallonië en Brussel willen de CO2-uitstoot met 55% verminderen. De Vlaamse regering blijft steken op amper 35%. Nochtans kan een omslag naar vergroening ons 10.000 jobs opleveren. Maar dan moet het roer wel om. Stop met Vlaanderen vol te betoneren. Voer statiegeld in, zodat die berg zwerfvuil van 22,5 ton eindelijk kan verminderen. Luister naar de adviezen van experten. Het had al het prutswerk in het dossier van de zonnepanelen kunnen voorkomen. Slecht klimaatbestuur op kap van burgers. Tegelijkertijd ben ik er zeker van dat als de Vlaamse regering samenwerkt met de andere beleidsmakers van dit land, het vertrouwen zal groeien en er oplossingen kunnen worden gezocht en gevonden, zodat we groener uit de crisis komen, samen uit de crisis komen. Laat 2021 het jaar zijn van de ommekeer. Laten we samen zoeken naar oplossingen om de Vlaamse ambities op hetzelfde niveau te kunnen optrekken en brengen als die van Europa, Brussel en Wallonië en federaal. Want Vlaanderen kan beter. Vlamingen verdienen beter. Beste vrienden, corona is een symptoom van de manier waarop we omgaan met onze planeet. Deze pandemie bewees ook hoe hard we de natuur nodig hebben. Hoe belangrijk open ruimte is. En hoe schaars die geworden is. Een balkon, een terras, een tuin, groen in de buurt. Het bleek een grote luxe. Meer dan ooit werd duidelijk hoe verbonden we allemaal met elkaar zijn op deze bubbel die onze planeet uiteindelijk is. En hoe hard de meest kwetsbaren onder ons getroffen werden. Zij met een zwakke gezondheid. Zij die elke euro in twee moeten bijten. Zij die de lockdown doorbrachten in eenzaamheid. De kinderen en jongeren voor wie onbekommerd spelen, ravotten, uitgaan, niet meer ging. De impact van de maatregelen voor wie het leven nog moet ontdekken, weegt extra zwaar. En hun mentale aandacht verdient extra zorg van ons allemaal. Als wij elkaar steunen, kan 2021 het jaar worden waarin de oplossingen de overhand halen. Het jaar waarin samenwerking het haalt van polarisering en verdeling. De bestorming van het kapitool in de VS toont hoe belangrijk dat is. En nee, Washington is Brussel niet. Maar het vergif van de haatspraak bestaat ook bij ons. Nog deze week was er de omvolkingscampagne. Plat racisme. Dat elk kind met een migratieachtergrond wegzet als een bedreiging
in plaats van onze gezamenlijke toekomst. Het keer op keer oppoken van tegenstellingen tussen mensen, vaak zelfs gebaseerd op leugens, dat is niet onschuldig. Woorden doen ertoe. Wie continu wind zaait, moet niet verbaasd zijn als de storm opsteekt. Beste mensen, corona bewees dat feiten ertoe doen. Bewees dat we elkaar nodig hebben. De immense veelkleurigheid van de werknemers in de essentiële beroepen, de namen van degenen die de vaccins ontwikkelden, Oer, Özlem, Monsef, bewijzen het ongelijk van de populisten. E pluribus unum, uit velen één, zo stond in de zaal van het Capitool in Washington te lezen. Zo is het ook in ons land. Beste vrienden, als Groenen geloven wij dat elke mens telt. Geloven we dat een groene en sociale relance de uitweg uit deze crisis is? Geloven we dat dit jaar een kantelpunt zal zijn? Naar beter. Aan de horizon valt er al een stipje te zien. Nu is dat nog een klein lichtje misschien, dat ver weg lijkt. Maar alles gaat voorbij. Ook corona. En als het voorbij is, dan gaan we onthouden wat we gemist hebben. Samen een glas drinken. Meezingen op een concert, lachen met je vrienden, bijpraten. Wij kijken allemaal uit, allemaal naar de dag waarop we opnieuw vrij kunnen zijn. Laat ons er na corona voor zorgen dat niet alleen onze generatie van die vrijheid kan genieten, maar ook elders die generaties na ons en elders in de wereld. Ik wens jullie een jaar waarop jullie elke dag positief getest mogen worden op je humeur. Een jaar vol kleine geluksjes, spontane babbels en ongedwongen ontmoetingen. Ik wens jullie vanuit het diepst van mijn hart een warm en gezond 2021.